Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 5 augustus 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag is er morsen en een SSTV-plaatje in PD90. Niet alleen mijn eigen meest gebruikte morsensleutel is daarin te bewonderen, maar ook mijn meest ondeugende kat die mij met grote vragende ogen aankijkt wat ik nu weer voor iets merkwaardigs onder haar poeseneusje heb geparkeerd. Deze foto is de eerste foto die speciaal voor de SSTV-beelden bij deze uitzendingen is gemaakt. Dat was zo'n 2 uur voor de uitzending. Wouter PA3WEG is door AMSAT UK onderscheiden met de Louis Varney Cup. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt door RGB-voorzitter G0FUW, zo melden meerdere amateurmedia. Recent was Wouter betrokken bij het Funcube-project, dat zowel een satelliet van die naam produceerde als de bekende Funcube-dongel. Die dongel die leidde er uiteindelijk ook weer toe dat de RTL-SDR-dongels ook voor amateurtoepassingen konden worden gebruikt. Wouter was daarnaast met enkele andere Nederlanders, waaronder PE4WJ in 2008 en daarvoor betrokken bij de totstandkoming van de Delphi C3-satelliet van de Universiteit Delft. Die had dus ook een amateur payload aan boord. En amateurs wereldwijd werden verder door het team van Delphi C3 nauw betrokken bij het verzamelen van de telemetriegegevens van de satelliet. Delphi C3 werd gelanceerd op 28 april 2008 en dit was een zogenaamde CubeSat. ERRL.org meldt dat de HAARP in Alaska in 2017 opnieuw in gebruik genomen wordt. Was het net een beetje rustig met de complottheorieën, starten ze dat ding weer op. Het gaat dit keer om onderzoek voor de US Air Force. Het zenderpark bestaat uit 360 stuks 10 kilowatt zenders die samen goed zijn voor ongeveer 3 megawatt zendvermogen. Het vervolg van het station gaat de Amerikaanse belastingbetaler zo'n $300 miljoen kosten. Officieel doel is onderzoek doen aan de ionosfeer, maar over de locatie hebben zich het grootste deel van haar bestaan hardnekkige geruchten ontwikkeld die allerlei bizarre gevolgen veronderstelden. Misschien vanwege alle conspiracy worden bij het vervolg van HAARP op 27 augustus rondleidingen gehouden. Overigens staan in Noorwegen en in Europese Rusland vergelijkbare installaties die het grootste deel van de tijd geheel aan de aandacht van de aanhangers van de HAARP-complottheorieën zijn ontsnapt. Als het technisch allemaal goed gaat, dan zijn de Daily Minutes en de wekelijkse uitzending op PI3UTR vanaf vandaag voor de komende tijd ook te beluisteren via Papa India 1 X-ray Delta Victor min L op Echolink. In tegenstelling tot PI2NOS en PI3UTR kunnen aan PI1 XDV min L ook repeaters gelinkt worden, zodat daarmee de uitzendingen ook weer op die manier beschikbaar zijn. De gesprekken van PI2NOS en PI3UTR zullen overigens niet van of naar PI1 XDV worden doorgekoppeld. Zit je dus in de buurt van een repeater met Echolink, waar ter wereld ook, en kun je vanaf die repeater aan een andere Echolink-node koppelen, dan kun je langs die weg dus nu ook de Daily Minutes beluisteren. Het betreft overigens een experiment. Net als op het internetradiostation Shorties FM, waar de Daily Minutes ook te beluisteren zijn, vindt de uitzending op Echolink ook volledig automatisch plaats. Wat betreft de ontwikkeling op de Middengolf weet ik niet meer zeker of ik de 1-watt-zenders in Serenberg en in Snake al had genoemd. Volgens mij die is Snake wel. Zo niet, nou ja, bij deze. Volgt nu nog de serie De Dokter is in met het vervolg van de aflevering over magnetische loopantennes. Na deze serie over loopantennes is het voorlopig weer even afgelopen met de Engelstalige serie De Dokter is in de korte uitzendingen. Let trouwens op, vanavond op PI3UTR vanaf 10:30 is weer de lange uitzending van de Daily Minutes. Loops. It's not the same kind of thing as small dipoles and large dipoles, because those are essentially the same except for their size. Mm-hmm. But big loops, such as the loop element in a cubical quad antenna, for example, which is a full wavelength circumference loop, yes, is definitely a large loop. And the radiation from that is perpendicular to the plane of the loop. So that's why you see an antenna such as a quad that rotates and you point the broad side of the antenna towards the intended destination. So the radiation is primarily perpendicular to the axis of the loop. Mm-hmm. The small loop, it's a whole different thing. And with a large loop, the current distribution around it is much like two dipoles, one above each other, if fed from the bottom. Yes. Well, the small loop, the circumference is so small, and what we mean by a small loop is one whose circumference is less than half a wavelength, but mostly we see them at, say, a tenth of a wavelength or so in mm-hmm. circumference. So it's usually multiple turns such that the current all the way around the loop is in the same phase kind of thing. It's not
it doesn't act like a dipole or like a pair of dipoles like the big loop does. And in fact, the radiation, instead of being perpendicular to the plane of the loop, is in the plane of the loop. A lot of people have a little adjustment to go through to get used to that. Yes. That's the way it works. I remember discovering that in graduate school. So it's not, you know, something that's immediately obvious to the casual ham. Not at all, no. And in fact, if you pick up a portable broadcast radio, mm-hmm. the type transistor AM radio, its antenna is almost always a ferrite rod with multiple turns. And that's a very small loop. The circumference is typically less than half an inch. Yeah. I'm sorry, the diameter is less than half an inch. The diameter, yes. So the circumference is three times that. Right. But an inch and a half. So that's a very small loop. And it's multiple turns. And we think of the radiation being broadside to the antenna rod, which it is. But if you think about where the loop is, the actual loop is going the other way. The loop is in the direction that the turns of the loop are in the direction that it receives from. Mm-hmm. So it is just like the small loop without a rod in the middle. It receives in the plane of the loop. Yes. So they can work very well. There are some limitations that it's important to keep in mind when designing and building small loops. Largely, the impedance of the loop is very low, which means that the connections for the feed to the loop can have significant loss if there's any resistance in the connections. And it's very hard to make mm-hmm. Connections without some resistance in them, particularly yes. mechanical connections. Similarly, the loop itself, the wire of the loop, has resistance, and that can result in significant loss. So you'll see some loops made out of copper tubing, for example, which has mm-hmm. much less resistance than copper wire. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gevossenjaagd? Moet je in Elektron kijken of Dikars, CQPA of op hamnieuws.nl? Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen.